u een prima programmablad wilt hebben dat meteen ook een gezellig blad is voor het hele gezin, neem dan nu een abonnement op de Televizier. Even schrijven aan AVRO, antwoord nummer 5000 in Hilversum. En u krijgt hem altijd minstens 4 weken gratis. Het is goed dat je het doet. Bij de AVRO zit je goed. Op zaterdag 9 juni aanstaande gaat de 9e AVRO-rally van start. Ook dit jaar kunt u weer fantastische prijzen winnen. De deelname kost maar 14 gulden per auto, ongeacht het aantal inzittenden. Wilt u meedoen? Maak dan 14 gulden over op postgiro 2 90 90 90 ten name van AVRO-rally Hilversum. Meer informatie vindt u in AVRO-bode en Televizier. En na deze huishoudelijke mededelingen nu deel 3 van de 5-delige serie Dallas, dames en heren. En om wat orde te scheppen in de nogal verwarrende relaties van de familie Ewing onderling, laten we de hoofdfiguren even de revue passeren. Dit is John Ewing, grondlegger van het olie- en veebedrijf. Hij heeft zich teruggetrokken uit de zaak en zijn middelste zoon, J.R., benoemd tot algemeen directeur. Maar deze verzet zich met hand en tand tegen de komst als mededirecteur van zijn jongere broer Bobby. Bobby die het toch al zo moeilijk heeft met zijn familie, omdat hij getrouwd is met de dochter van hun aartsvijand, Pamela. Zij wordt dan ook door bijna de hele familie met de nek aangekeken. Pamela op haar beurt trekt zich het lot aan van kleindochter Lucy, een verwend en te vroeg rijp meisje dat liever de mannen het hoofd op hol brengt dan naar school te gaan. Een van haar gewillige slachtoffers is Ray, voorman op de Ewing Ranch. Zo staan de zaken ervoor aan het begin van deel 3 van Dallas dat u nu kunt bekijken.